Hamburger of pizza? Pizza. Jeans of leggings? Leggings. Wat een hele spannende Instagram famous boyfriend of een anoniempje? Goedemorgen, wij zijn in Leiden vandaag met een nieuwe serie. Wij gaan namelijk Q&A's opnemen. En nou, dat staat natuurlijk voor vraag en antwoord, maar dan in het Engels. En vandaag zijn we met Fit Food Healthy Yvonne. Oftewel Yvonne van Haastrecht. Ingestuurd voor Yvonne en die gaan we vandaag beantwoorden. Ik kan me bijna niet voorstellen, maar het zou zo kunnen zijn dat je Yvonne nog niet kent. En ik ben wel benieuwd. Vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben dus Yvonne en jullie kunnen mij denk ik beter kennen van Fit Food Healthy Yvonne. Ik heb mijn eigen Instagram account, ik ben daarnaast diëtist. Ik ben 23 jaar oud, woon in Warmond, ligt vlakbij Leiden. En ik hoop jullie vandaag wat meer informatie te kunnen geven. Het telefoonnummer in de description. Je geeft dus aan dat jij diëtiste bent, dat je daarnaast nog meer doet. En waren mensen benieuwd wat voor studie en minor et cetera jij hebt gedaan? Dus wat is eigenlijk jouw achtergrond? Ik ben begonnen, ik heb gewoon HAVO gedaan. Daarna heb ik 2 jaar hospitality management gedaan, dus eigenlijk iets heel anders. Ja. Toen was ik daarmee klaar, heb ik het afgerond en toen wilde ik eigenlijk nog wel verder. Ik had altijd al interesse voor voeding en gezondheid natuurlijk, sport. Dus toen dacht ik, nou, wat is er beter als de opleiding voeding en diëtetiek? Dus toen heb ik dat gedaan. En afgelopen zomer afgerond en nu zit ik hier. Nu zit ze hier met onze video op te nemen. En qua minors heb ik gedaan psychiatrie, omdat ik dat heel interessant vond. Omdat ik dat denk, ja... Dat is ook wel iets wat je, ja... En dan vooral de combinatie tussen wat dat deel doet, zeg maar. Met qua voeding en leefstijl, zeg maar, ja. En de minor Bravo, en dat staat eigenlijk voor bewegen, gezondheid, ja, ontspanning, dat in combinatie. En heb je wel genoeg, dat draagt wel echt bij, zeg maar, aan het vak wat je nu doet. Ja. Oké, okay. Interessant. Ja. Dus daarmee kun je heel veel mensen blij gaan maken in de toekomst. Dat hoop ik wel, ja. Misschien kun je mij nog wel, want ik heb mijn boek gewoon weer openzetten. Nou, zoveel... Omdat ik er niet meer in pas. Nou, jij eet te veel burgers. Ja, dat is ook weer zo. Als we dan gaan kijken naar jouw doelen op het gebied van Instagram, je werk als diëtist, misschien persoonlijk vlak, dat is echt het privé vlak. Wat zijn dan echt jouw doelen? Nou, mijn doel eigenlijk met mijn Instagram, ik ben het eigenlijk ooit heel random begonnen. Gewoon omdat ik het leuk vond. Om te doen wat ik deed. En dat is eigenlijk gewoon zo gegroeid. Dus ik had nooit echt een plan met mijn Instagram van ik ga het groot maken of ik wil veel volgers of in tegenstelling tot andere mensen, zeg maar. Dus voor mij ging dat heel, ik weet niet, op een gegeven moment dacht ik, ik kan hier echt iets mee doen en het is ook heel erg werkgerelateerd voor mij inderdaad. Nu ben ik wel echt mee bezig om gewoon veel mensen te inspireren en dus te krijgen tot die gezonde levensstijl. En dus ook heel erg waar we het net over hadden, te laten zien van je kan wel lekker festivals pakken in de zomer. En een keer een patatje eten daar. En dan hoef je niet, dat is gewoon wat ik heel erg wil laten zien. Denk je dan ook dat jou onderscheidt van heel veel anderen die heel graag veel volgers willen? Dat jij gewoon eigenlijk je ding wilde delen en vanuit daaruit bent gaan groeien en dat je nog steeds hetzelfde doet? Ja, soms denk ik wel. Ja, want ik ben niet heel zakelijk ingesteld. En ik denk dat ik het heel erg vanuit mezelf gewoon deed. En gewoon, en dat het daardoor dat ik wat echter ben misschien. Dat mensen zich meer in mij kunnen verplaatsen en echt denken van ik ben zoals zij. En dat daardoor het meer aanspreekt ofzo. Ja. En als je dan kijkt naar jouw privéleven. We hoeven niet alle details te hebben, maar waar zie jij jezelf bijvoorbeeld over 3 jaar of 5 jaar? Of de combinatie van werk en privé? Dan hoop ik natuurlijk wat ik nu heb eigenlijk nog meer uitbreiden. En ik zou eigenlijk ook wel meer met video willen doen. En ook wel echt offline. Dus misschien meer met voorlichtingen of workshopgroepen. Dat soort dingen zou ik heel leuk vinden. Op persoonlijk vlak, er zijn altijd dingen om te leren en te ontwikkelen natuurlijk. Daar ben ik altijd wel zelf veel mee bezig. Gewoon persoonlijke ontwikkeling dan. En voor de rest,
ik zou graag een mooi eigen huisje willen. Ik zou een leuke vriend willen. 3 jaar, dan moet het toch wel gelukt zijn. Oproep weer. Zo nee. Makkelijk dit. Nee, oké. Okay, dus nee, je hebt inderdaad heel veel doelen. En ik denk dat jouw Instagram daar zeker bij kan helpen natuurlijk. Want het is eigenlijk gewoon een soort van een visitekaartje online naar heel veel mensen. Ja. Dus ik denk dat dat een hele mooie stap voor je kan zijn. En je geeft ook aan, ik ben niet zo zakelijk ingesteld. Nee. Maar je werkt wel voor jezelf. Dus merk je nu ook dat je gaandeweg daar leert, zeg maar, hoe dat je zakelijker in bepaalde dingen kunt staan. Door samenwerkingen komen op je pad. Ja, dat heb ik gewoon gaandeweg ook geleerd. En natuurlijk heb ik ook wel de juiste mensen om me heen die me daar een beetje in kunnen informeren, zeg maar. En heb ik het er ook wel vaak met andere mensen over. Dus ja, dan leer je vanzelf. En ik denk dat dat ook gewoon het beste is. Gewoon doen en dan wel zien. En af en toe ga je een keer op je bek. Ik heb nu dingen die ik eerst anders deed. En dan denk ik, dat had ik niet zo moeten doen, maar zo. En maar goed, uiteindelijk leer je daarvan. Je bent inmiddels ook al 1 jaar of 3 bezig, denk ik, op Instagram. Dan 4 jaar. Je netwerk wordt groter, je leert bedrijven kennen. Ja. Ja, je leert gewoon hoe het werkt of zo. Ja. Eerst wist ik helemaal niet hoe dat in elkaar zat. Dat houdt het ook leuk, toch? Dat je gewoon steeds verder groeit en nieuwe mensen leert kennen, nieuwe samenwerkingen. Ja, dat vind ik ook wel een van de leukste dingen eigenlijk. Dat je gewoon de mensen die je leert kennen daarmee. Ja. Okay. Ik hoop dat jullie nog niet zijn afgehaakt, aangezien onze antwoorden vrij lang duren. Daarom hebben we nu een kort lijstje met korte vragen waar Yvonne meteen antwoord op moet geven. Spannend. Heel spannend. Ik kan ze niet onthouden, dus ik pak mijn telefoon er even bij. Heb je niet uit je hoofd geleerd? Daar gaan we. Nee, ik ben niet zo goed in leren. Daar gaan we. Hamburger of pizza? Pizza. Wintersport of zomervakantie? Zomervakantie. Squats of deadlifts? Squats. Indoor of outdoor sporten? Indoor. Festival of avondje Netflix? Festival. Duur lang. Jeans of leggings? Leggings. Komt een hele spannende. Instagram famous boyfriend of een anoniempje? Anoniempje. Oeh. Nooit meer sporten of nooit meer uitgaan? Nooit meer uitgaan. Billen of borsten? Billen. Bij mannen of vrouwen? Billen bij de... Het duurt borsten, te lang. Duurt te lang. Of mannen. Temptation Island of Expeditie Robinson? Temptation. En als je 1 land moest kiezen waar je de rest van je leven zou moeten blijven? Dit is geen Nederland. Nederland gewoon. Nederland? Ja, saai hè. Met het kloten weer. -20 en ze wil in Nederland blijven. Ja, ik zou wel graag een huis willen voor erbij. Ja. Dus als de Instagram, de Instagram game strong blijft, dan gewoon een huisje erbij. Ja. Oké, top. Nou, dit waren de vragen alweer over Yvonne. Dus jullie hebben haar in deze video iets beter leren kennen. Ze heeft wat vragen beantwoord. We hebben dus nog een video, omdat die anders nog langer zou duren. Daar gaat Yvonne meer hebben over de vragen die jullie haar hebben gesteld met betrekking tot sport en voeding. En die kunnen jullie dus in de video zien. Die kunnen jullie in de beschrijving vinden. En dan gaan we afsluiten met deze video. De volgende keer zit er hier iemand anders naast mij. En hopelijk kijken jullie de andere video ook nog. En kan Yvonne jullie een klein beetje op weg helpen om jullie doelen te bereiken. Willen jullie nou alles blijven volgen van Yvonne? Dan kunnen jullie haar volgen via Fitfood Health Yvonne. Zoals jullie erachter zien, we hebben het linkje ook nog opgenomen in de beschrijving. En dan krijg jij gewoon elke dag, wordt je gewoon wakker met een foto van Yvonne. Fijn. En natuurlijk even volgen op Fitfood. Dat kan hier. Ciao!